Bureau Flevoland. Elke week houden we jou op de hoogte van actuele politiezaken die spelen in onze provincie. En daarbij gebruiken we ook beelden. Dus als je in de gelegenheid bent, zet dan je televisie of onze app aan. Sherine Elsa It van Politie Midden Nederland is vandaag bij ons om ons bij te praten over die actuele politiezaken. Ja, Sherine, deze week wil je aandacht voor een inbraak in Lelystad. Ja, absoluut. Uh, op vrijdag 22 mei vond daar een inbraak, ja, een poging inbraak moet ik eigenlijk zeggen, plaats in een huis aan de Jol in Lelystad. Nou, dat vond plaats tussen 10 voor 9 en 10 voor 10 s'avonds. Nou, ontzettend naar. Uh, er is gelukkig niets meegenomen, maar we hebben wel echt bewijs dat die mannen binnen zijn geweest. Hey, dat is natuurlijk echt heel eng. Nou, we willen deze mannen zo snel mogelijk uh, dan ook opsporen. Ja, Jullie hebben hier ook beelden van? Ja, en het zou echt mooi zijn als we na deze uitzending tips krijgen van mensen ja, die menen te weten wie dit zijn. Het zijn er vier, maar als je al één herkent, bel ons alsjeblieft, want daar zijn we echt ontzettend mee geholpen. Nou, laten we dan maar meteen even kijken naar die beelden. Ja, nou, hier zie je eerst twee jonge mannen aankomen lopen uit de richting van het doorgaande weg uh, Jol. En ze lopen een beetje nonchalant, ze kletsen wat met elkaar... Eentje lijkt een beetje naar de grond te kijken en met zijn hand ook voor zijn gezicht. Misschien heeft hij al een idee dat er wellicht een camera hangt. Nou, dan even later zie je weer twee jonge mannen aankomen lopen. En daarvan kijkt de jonge man met de muts uh, op, voornamelijk naar de grond. Nou, en even later zien we ze alle, alle vier die jongens ineens uh, met z'n allen teruglopen. Nou, ze horen overduidelijk bij elkaar en uh, je ziet hier dat ze maken dat ze wegkomen. Ja, nu zagen we ze even snel voorbij komen, maar wat kun je zeggen over het signalement van de daders? Ja, laten we laten ze nog even zien. We zijn nog, uh, dus nog op zoek naar vier mannelijke verdachten. Nou, die eerste verdachte, dat is een donker getinte man. Hij had een, zwa had een uh, zwarte capuchon over zijn hoofd. En verder droeg hij de jas een zwarte trainingsjack met een lichtgrijs borststuk. Nou, en daaronder droeg hij een grijze trainingsbroek met een zwarte, ja, een zwarte brede bies erop. En hij had zwarte schoenen aan. Nou, die tweede verdachte heeft een vol postuur en een donkere huid. Hij droeg die dag een donkere jas, een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Nou, hij had een, plastic, een witte plastic tas bij zich, waarop een rood-zwarte opdruk stond. Uh, de derde verdachte was een lichtgetinte jonge man. Hij droeg die dag een zwart jack van het merk de Noordface. Hij uh, dus had ook een capuchon op de jas. Uh, verder droeg hij een donkere jeans. Nou, die vierde verdachte had een lichtgetinte huid en droeg die dag donkere schoenen. Een donkere broek met een donkere jas en een capuchon. Herken je nou iemand van deze jongens? 1, 2, 3 of misschien wel alle 4. Bel ons vooral als je tips hebt. Ja, mensen met informatie die kunnen dus met de politie bellen. Uh, dat uh, kun je doen op 086070. Uh, wil je dat nou liever anoniem doen, dan kan je dat doen via 0807000. Dus wil je iemand spreken dan 086070 of anoniem 0807000. En ging het je nou allemaal te snel? En wil je die beelden nou zien omdat je nu bijvoorbeeld in de auto hier naar luistert? Kijk dan straks even op onze Facebookpagina. Daar worden de beelden ook gedeeld. En uh, ook op de gemeente. Mispagina van omroepflevoland.nl. Daar vind je straks ook uh, alle beelden terug. Shireen el van Politie Midden-Nederland, dank je wel weer voor deze week.